Goedemiddag of deze woensdag. Het is 15 maart. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag is de dag dat Nederland naar de stembus kan. Ik kan er zelf niet heen, want ja, ik kan natuurlijk niet naar buiten. Normaal gesproken, zeg maar, bij de landelijke verkiezingen, dan doe ik een familielid machtigen die voor mij dan wil gaan stemmen. Dat kan bij deze verkiezingen niet, omdat het heel plaatsgericht is. En ik heb niemand die bij mij in de woonplaats woont, dus er kon ook niemand voor mij gaan stemmen. Dus ja, mijn stem gaat sowieso verloren. Ik moet niezen, maar het lukt volgens mij niet. Dat vind ik wel jammer, weet je. Ik vind het eigenlijk best wel jammer. We leven in zo'n digitaal tijdperk dat we eigenlijk niet online kunnen stemmen. Dat je gewoon met je DigiD kunt inloggen, dat je je keuze kunt maken. Ik vind het jammer dat dat nog wel op de ouderwetse manier moet. En ik weet dat het toen in de coronatijd wel even heeft gekund. Toen er stemmingen waren. Ja, toen wilden ze natuurlijk niet dat al die mensen naar die stembussen kwamen. Dus toen kon het in één keer wel digitaal. Maar ik denk dat het helemaal niet zo slecht was geweest als je dat gewoon had behouden. Want er zijn zoveel mensen die misschien slechter been zijn of wat anders mankeren. Die ook niet zo makkelijk de deur uitkomen. Dan moet je toch weer naar zo'n stemlokaal toe. En ja, het zou gewoon veel makkelijker zijn als het digitaal kon. Dat is jammer. Ik denk dat het een gemiste kans is. Want ik denk dat je dan misschien nog wel een hogere opkomst zou kunnen hebben. Ik weet natuurlijk niet hoe hoog de opkomst gaat zijn. Want ja, je kunt tot vanavond 9 uur stemmen of zo. Dus je kunt best wel lang stemmen. Maar ja, het is gewoon jammer dat dat zo gaat. Dat vind ik wel. Maar goed, dat is mijn mening erover. We gaan het wel zien wat het doet. Ik vind het ook niet heel interessant, want ik vind het normaal interessanter als er ook echt wat kan gebeuren, zeg maar, op het gebied van hoe Nederland ervoor kan komen te staan. Van als er misschien mensen uit het kabinet niet meer op de plek komen waar ze normaal eindigen. Dus dat is ook wel heel anders. Maar goed, we gaan het zien. Nou, ik heb gisteravond Nieuw Amsterdam gekeken en ik dacht dat ik nog een paar afleveringen had, maar ik was al bij de laatste en ik ben echt letterlijk teleurgesteld. Ik had hier misschien te hoge verwachtingen van, laat ik dat voorop stellen, maar ik kwam die aflevering in en ik had voor mijn gevoel heel veel gemist. Want er was ineens zo'n grote verandering die ik niet kon thuisbrengen, dat ik dacht van, hé, wat is hier gebeurd? Zo ging ik nog even googelen van, joh, klopt dit wel? Is er nog een aflevering tussen die ik dan niet heb? Maar, nou ja, gekeken en nee, inderdaad, de aflevering die daarvoor kwam, die had ik gezien. Ik snapte er niks van. Ik vond het echt wel teleurstellend. Ik had een spannende einde verwacht en op zich, het is ook... de serie zou nog terug kunnen komen. Er is natuurlijk al bekendgemaakt dat dit het laatste seizoen was... Maar het zou eventueel kunnen, maar ik vond het einde ook een beetje vreemd. Dus nee, ik was niet heel erg onder de indruk. Dat vond ik wel jammer, want ik had gewoon misschien te hoge verwachtingen naar wat er gebeurd is. Maar oké, het is niet anders. Ik heb daarna nog even gegamed. Toen ben ik de vlog gaan afmaken. Dat ging verder ook prima. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. En toen ging ik weer verder met You. Nou, ik moet zeggen, daar ben ik ook helemaal uit. Daar snap ik helemaal niks meer van. Dat is in één keer ook heel vreemd geworden. Ik ga hem wel uitkijken. Maar ik hoorde ook al van heel veel mensen die zijn afgehaakt. Omdat ze er gewoon niet meer in kwamen. Heel veel mensen die zijn ook al bij seizoen 2 afgehaakt. Omdat het te langdradig werd. Ik heb hem even niet meer helder, zeg maar. En dat is wel jammer. Dus... er gaan hier een paar ruzie maken. Ik kwam er gewoon slecht in. Ik had echt zoiets, waar ben ik naar aan het kijken? Ik snapte het niet meer. Maar oké, misschien ligt het aan mij. Misschien als je het ook hebt gekeken en misschien heb jij het zelf of totaal niet. Maar ik ben er helemaal uit. Daarna heb ik even 4 uur al gekeken en heb ik lekker mijn boek gelezen. Nu gaan we zo een wasje doen. Ja, gaan we de woonkamer lekker doen. En ik zit hier met Mickey. Die is alweer gezellig op schoot. Zeg maar, hallo. Doe mijn mouwen. Nee, hè? Dan ga ik eventjes de woonkamer doen. En dan ga ik ook even de handvas alvast pakken. De spullen die daarin moeten. Dan kan ik die vanavond even draaien. Want ik wil dus ook eventjes die nieuwe sloopjes draaien voor dat kussen. Want dan kan ik dat vrijdag gaan proberen. Want ik heb ook weer zo verrot geslapen. Het was echt niet fijn.
Ik werd een keer heel vroeg wakker. Toen ben ik naar het toilet geweest. Draaien. Ik kon mijn draai niet meer vinden. Ik lag niet meer goed. Mijn kussen, dat was ruk. Nou, het was allemaal niks. Maar goed, ik ben uiteindelijk nog wel weer in slaap gevallen. Maar dat was ook niet heel fijn. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik daarna nog even verder in mijn mus. Dus dat is voor nu even de planning. Maar eerst maar eens eventjes zorgen dat de woonkamer weer lekker aan kant is. Ik heb nog even mijn keukenkastje schoongemaakt. Dus dat zal ik jullie even laten zien. Want daar ben ik ook weer lekker in bezig geweest. Dus ik heb nog weer wat dingen veranderd in de keuken. Dus daar zal ik jullie dan eventjes laten zien. Maar goed, ik ga nu eventjes lekker aan de gang. En ja, muziek aan en aan de gang maar, zou ik zeggen. Ik had gisteravond overigens nog eventjes een paniekmomentje. Want het balletje van mijn piercing was er afgedraaid, van die nieuwe dus. En ik dacht ineens, ik voelde, hé, er zit alleen nog maar een staafje. Het balletje is weg. Toen ging ik even in de douche kijken. Toen lag hij in de douche. Hij is gelukkig niet door het putje gegaan, dus daar had ik mazzel mee. Maar dat was wel eventjes een drama. Ik dacht echt weer, oh, gaan we weer. Dus nou even gewoon heel goed uitkijken, ook met harenwas en zo, dat ik het gewoon aan deze kant doe. En niet meer aan die andere kant. Want ik denk gewoon dat mijn haar erachter is blijven hangen, dat die is losgedraaid en gewoon even vaker aandraaien. Maar ik dacht wel eventjes van, chips, dit overkomt mij weer. Dit is weer, was weer even een paniekmoment, maar het is gelukkig wel opgelost en zit er weer gewoon mooi in. Dus dat is wel weer heel fijn. Zo, dit kastje is weer netjes. Ik heb alle kranten eruit gehaald. Ik heb hier dan nog wel de overige koffiepads staan. Maar daar heb ik later een ander idee voor. Maar dat komt later. Maar die is in ieder geval weer netjes. Ik heb ook deze plank even gedaan. Helemaal schoongemaakt. En er staat dus nu ook de emmer op met de waspoeder. Ik heb hem dus tot hier gevuld, zoals je kan zien. Maar ik vind hem voor nu al weer eventjes heel netjes. Dus dat is top. Zo, de kleedjes zitten ook in het mandje. Heeft een heel ander gezicht gelijk. Ik vind het heel gezellig staan. Dus is dat wel mooi. Dus ik ga er vanavond lekker onder zitten. Ik ben benieuwd hoe dat zit. Maar voor nu in ieder geval zitten ze er gezellig in. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb alles goed gedaan. Altijd het nadeel van de zon, want nu dwarrelt het stof weer overal. Vind ik altijd wel jammer, maar ja goed. Dat is altijd een beetje creep. Tegen de zon kun je niet werken. De was is al klaar, dus ik kan straks mooi die handwas erin. Voel ook heel lekker aan, die hoesjes. Het is een beetje, het lijkt een soort satijnachtig. Ik kan ze even pakken, maar ik denk niet dat jullie het kunnen zien. Kijk, ik heb er hier één. Maar het voelt echt een beetje als satijn. Dus die ga ik straks even lekker wassen. Dat heb ik allemaal even hier neergelegd. Want dan kan dat er straks mooi in. Best wel druk geweest. Ik heb ook even mijn gastoestel even aan de kant gehad. Ik heb mijn los gastoestel dan op mijn aanrecht staan. Omdat ik geen vaste kookplaat hierin had zitten. Er zat ook wel weer wat vuil achter. Ook even lekker schoongemaakt. Keuken helemaal lekker gezogen en gedweld. Hier alles gezogen en gedweld. Alles afgenomen. Dus dat is altijd wel weer heel erg lekker. Dus ik ben wel weer heel tevreden. Even lekker in mijn mus gewerkt. Niet heel veel gedaan. Even een verhaal afgeschreven. Daar wat plaatjes bij gezocht. En die kan ik de volgende week even mooi opplakken. Dan moeten er nog weer voorkanten gemaakt worden. Dan denk ik dat ik redelijk weer op koers lig. Dus dat is op zich wel lekker.
Ik ga nu zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je huis op orde. Dat ga ik nu gewoon kijken. Want ja, verder is er eigenlijk niet echt iets wat mij interesseert. Het nieuwe programma RTL 4 lijkt me niet zo heel interessant. Dus ik ga huis op orde kijken. Denk daarna nog wel eventjes gamen. En ik zie, misschien ga ik nog wel even Help Mijn Man Is Klussen kijken. Moet ik even kijken hoe dat allemaal loopt. Nou, dan ga ik een thumbnail maken voor de vlog. Mijn blogpost schrijven. Misschien al wat foto's voor mijn artikel voor vrijdag bewerken. Want dat is weer vrij veel. Misschien dat ik dat nog eventjes ga doen. Ik ga wel weer verder met you. Want ik ga hem dus wel uitkijken. Ik hoop dat ik er vanavond gewoon weer wat beter in zit. Maar ja, dat weet je toch niet van tevoren. Dat is altijd een beetje de vraag. En daarna ga ik weer lekker kijken naar Videoland. Dus dat wordt verder de avond. En mijn boek lekker lezen. Want die is ook wel heel spannend nu. Dus dat is voor nu de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Ik heb ook nog niks gehoord hoe het met stemmingen gaat. Maar dat zullen we morgen vast wel gaan horen. En er zal vanavond ook nog wel wat van op tv zijn. Dus we gaan het zien. Maar voor nu zou ik in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag, het is vandaag donderdag, het is 16 maart, ik ben klaargemaakt. Ik ga straks weer boodschappen doen, maar ik weet nog niet hoe laat, want ik heb nog niks gehoord van mijn coach. En ik kwam erachter dat ik de boekenvideo nog moest opnemen, want die moet dinsdag al online en dat ben ik gewoon vergeten. Dus, ja, dat ga ik zo meteen dan maar eventjes doen. Wel een beetje lastig, want de boeken die ik heb gelezen, die lijstje staat op mijn telefoon, ja, daar moet ik dus nog steeds mee filmen. Maar daar ga ik wel even een oplossing voor bedenken. Maar daar was ik eventjes... in mijn hoofd hadden we nog een week. En dat was dus even niet zo. Dus ja, omdat ik voor die week erop heb ik zeg maar al ook nog een video staan. Dus ja, ik had me daar even in verkeken. Maar goed, ik moet ook zeggen, ik heb de planning niet helemaal helder. Er gaat iemand nu naar de... Probeert naar de keuken te gaan. Dat wil ik niet, want ik heb dus nog even... Ik zet dus wel mijn paastakken weg als ik ga slapen 's avonds. Want ik weet gewoon, als ik die laat staan, dan ben ik gewoon heel erg bang dat ze omgaan. Dus dat heb ik maar eventjes in de keuken neergezet. Want ja, ik heb hele lieve katten, maar ze zijn ook nog heel speels. Dus ze vinden het heel leuk om met dingen te spelen. En als ik erbij ben, vind ik het oké. Maar als ik er niet bij ben, vind ik het niet oké. Het spelen vind ik niet oké trouwens, maar gewoon dan kan ik ze corrigeren van eraf. En ja, dat gaat natuurlijk niet als ik in bed lig. Gisteravond heb ik Het Huis op Orde gekeken. Was de laatste uitzending, was wel een mooie uitzending moet ik zeggen. Daar heb ik wel van genoten. Ik heb nog even gekeken met de groep, dat was ook alweer gezellig. Dus ja, al met al een prima avondje. Toen heb ik daarna de thumbnail heb ik mijn blogpost geschreven en al wat foto's bewerkt voor het artikel van morgen. Er zijn weer wat meer foto's, wat groter artikel, want het is een trendeditie. Dus ja, wat dat betreft best wel productief geweest. Toen heb ik daarna gekeken naar You. Vanavond de laatste uitzending. Ik ben wel benieuwd hoe het afloopt. Ik vond het dus dinsdagavond heel vreemd. Het is nog steeds wel vreemd, maar het begint weer wat meer op zijn plek te vallen. Maar of ik hem per se zou aanraden, ik snap op zich ook wel dat mensen zijn afgehaakt. Alleen ik ben dan niet zo'n afhaker met series. Ik wil dan toch op de een of andere manier weten hoe het eindigt. En daarna heb ik weer de Videoland gekeken. Dus dat was allemaal prima. Lekker mijn boek gelezen. Ik denk dat die ook wel bijna uit is al. Wel jammer, want het is een heel leuk boek. Maar oké, maakt niet uit. De BBB is de grootste partij geworden met de stemmingen. En die had ik ook wel een beetje zien aankomen, want ik had wel verwacht dat ze dat zouden worden. Omdat heel veel mensen toch wel heel veel sympathie hebben voor Caroline van der Plas. Dus ja, en ik moest ook wel lachen, want ik zag een stukje VI. Ze waren allemaal dat liedje aan het zingen van Sweet Caroline. En toen had ik dat gelijk in mijn hoofd. Ja, op zich wel goed, denk ik. Kijk, het heeft voor het kabinet verder niet heel veel te maken. Maar ik denk wel dat het goed is dat zo'n partij wat hoog erop komt. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga even stofzuigen. Dan ga ik eventjes de video opnemen. En dan ga ik wachten tot mijn coach komt. En dan neem ik jullie straks naar, met boodschappen doen nog wel eventjes mee. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Ik heb een pakket binnengekregen. Die wilde ik jullie eventjes laten zien. Ik had namelijk, toen ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekering, een bon gekregen van 10 euro voor bol.com. Maar die moest je besteden aan
items die dus onder de ja, gezondheidsdingen vielen. En daar stond dan zeg maar het logo bij van de zorgverzekering waar je het aan kon uitgeven. En toen kreeg ik van de week ineens een reminder van... Je bon is nog maar tot 31 maart geldig. Dus toen dacht ik, oei, dat is best wel kort. Dus ik heb er nu uiteindelijk wel wat voor gekocht. En dat heb ik dus nu binnengekregen. En dat ga ik even laten zien. Een beetje een gaar doosje. Ik heb namelijk een kettlebell besteld. Ja, die heb ik dus nu eigenlijk gewoon gekregen bij mijn zorgverzekering. Je kon uit heel veel dingen kiezen, ook wel vitaminepillen en zo. Maar ja, weet je, ik heb tegenwoordig mijn eigen vitaminepillen en die bevallen goed. En ja, dan denk ik, moet ik dan weer gaan overstappen? Dus dat heb ik niet gedaan, dus ik heb maar een kettlebell gekozen. Het is wel 4 kilo, maar er zit ook sportoefening bij. Helaas, je had er ook een van 2 kilo, maar die kon je helaas niet kiezen. Dus het is best wel een groot ding. Maar ja, ik dacht... Ja, als je dan toch die bon op moet maken, kan ik beetje zoiets nemen. Dus die heb ik dus eigenlijk van mijn zorgverzekering gekregen. Maar er zitten dus sportoefeningen bij. Dus dan kan ik dat ook eens gaan proberen. Dus ik ben er op zich wel benieuwd naar. Maar die heb ik dus binnengekregen van mijn zorgverzekering. Ik ben terug van de boodschap. Ik zit heerlijk met mijn gezicht in de zon. Het is al vrij laat. Het is al 6 uur geweest. Want mijn coach kwam nog even binnen. Die heeft nog even gekeken naar de CCO. Maar die wist het ook verder niet. Ik heb ook nog een pakketje opgehaald. Maar die zal ik morgen even laten zien. Want ik ga nu even de boodschappen doen. En dan ga ik ook mijn dingen doen. Ik heb nog weer even de page meegebracht. Die was nog weer in de aanbieding nog steeds. Dat heb ik gedaan. Dan heb ik kuppensoep gekocht. 2 keer. Want die was in de aanbieding. Een doosje frikandellen. Cola, slavinken, een shootje. Maandag was alweer drama bij de plus, want ik had met de zelfscan. Toen kreeg dat ding met die scanner, toen kreeg die storing. Toen konden ze me niet uitlezen, toen moest ik alsnog alles laten scannen, maar goed. Frietsaus was in de aanbieding. De kattenbrokjes. Snijboontjes, die gaan straks gelijk de vriezer in, want die zijn voor maandag, die zijn maar tot de 19e. Bonen, die waren nu in de aanbieding, dus dat scheelde weer. Mijn opschuimmelk, want ik had gisteren echt het laatste restje. Chocomel. Een leuke bloes gekocht. Een lange roze. Vitaminepillen, die waren in de aanbieding. Ik had nog wel, maar ik dacht, dan neem ik ze gewoon weer even mee. Spekjes. Ik had ook even nog kuppensoep gekocht. Dat had ik eerst al bij de Aldi gedaan. Toen zag ik later dat die bij de Plus ook in de aanbieding was. Maar ik eet het toch heel veel, dus het gaat wel op. Bij de Aldi heb ik alvast paaskoekjes gekocht. Deze. Danoontjes. Super crunch frietjes. Conditioner was bij de Boni 1+1, dus ik heb die gekocht. Extractjes heb ik een schnitzel. En aardappelschijfjes, en dat was het.
Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik eventjes onder de douche. En dan ga ik straks lekker eten. En dan ga ik vanavond weer naar het roer omkijken. En daarna weer nog even gamen, denk ik. Misschien even een stukje Help mijn man eens klussen kijken. Dan ga ik mijn foto's verder bewerken. Dan ga ik de laatste aflevering van You kijken. En daarna weer, weer Videoland. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga dus morgen even met jullie het pakketje uitpakken. Maar voor nu ga ik in ieder geval zeggen tot morgen. Want ik ga eventjes mijn dingetjes doen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 17 maart. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is de dag dat mijn nieuwe vlogcamera is aangekomen. Want ja, ik heb het gedaan. Ik heb een nieuwe camera gekocht. Ik heb hem as we speak binnengekregen. Dus ik ga hem zo meteen met jullie unboxen. Ik heb de afgelopen 2 weken heb ik best wel veel research gedaan naar camera's. En ik weet nog dat ik in een van de vlogs vertelde van ja, maar ik ga er niet super veel geld aan uitgeven. Want dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. En ik heb het tot nu toe met low budget camera's best wel gered. Ik had ook 2 camera's op het oog. De ene was een Panasonic en de andere was een Sony. Het waren best wel wat oudere toestellen, want ze kwamen uit 2018 en 2019. En ik ben niet met die 2 met elkaar gaan vergelijken. En toen viel eigenlijk die Panasonic af en die Sony bleef over. Maar mijn gevoel was er nog niet helemaal goed bij. Nou, toen ben ik toch eens gaan kijken van wat zijn nou de specificaties met de camera die ik nu heb en met deze Sony. En die Sony die waren toch een stuk minder als de vlogcamera die ik had. Dus toen dacht ik, ja, dat wordt hem eigenlijk niet. En ik had ook een hele mooie camera gezien, maar die was qua prijs wel een stukje duurder. En toen dacht ik, ja, nou, ik moet er eerst even goed over nadenken. Dus ik heb er een paar nachten over geslapen, maar op een gegeven moment kwam hij zelfs in mijn dromen kwam die terug. En toen dacht ik, nou, volgens mij, als ik met mijn onderbewustzijn zo mee bezig ben, is dit toch de camera die ik dan heel graag wil hebben. Dus, ik heb toch de duurdere camera gekocht. Lag niet helemaal in de planning, want ja, als dingen kapot gaan, daar ben je nooit helemaal op voorbereid. Maar ik heb er toch een goed gevoel bij dat ik voor deze camera ben gegaan, omdat ik denk dat dit wel uitkomst gaat bieden. Ook omdat ik op kwaliteit van mijn video's niet wil gaan inleveren. Ik zo'n ding elke dag gebruik. Deze was ook nog weer wat relatief nieuwer als die andere camera's. Je kunt hier ook nog een losse microfoon op aansluiten. Dus wat dat betreft ben ik heel blij met mijn keuze. Maar we gaan dus zien hoe dit gaat zijn met beeld en zo. Maar ik ga hem zo meteen dus met jullie unboxen. Ik heb gisteravond even het roer omgekeken. Was op zich wel interessant. Ik vond het ook wel een beetje eng. Want deze mensen die hadden dus iets gekocht. En dat was dus echt dicht bij Oekraïne. Want ze waren volgens mij naar Polen gegaan. En ja, daar is natuurlijk die oorlog uitgebroken. Dus dat was best wel een beetje eng. Maar goed, ja, de boekingen liepen goed. Dus we waren er uiteindelijk wel heel gelukkig. Dus dat is wel heel fijn. Maar ik vond het wel een beetje risicovol. Ik dacht van, oeh, het is best wel eng. Daarna heb ik even een stuk van Help mijn man eens klussen gekeken. Dat vond ik best wel sneu. Want ja, die mensen waren al wat ouder. En ja, die man die vroeg ik echt, ja, maar wat gaat het kosten? Toen zei John, ja, 0 euro. Dat snapte ik niet helemaal, want wat ik begrepen heb is dat je wel geld moet inleggen als je aan zo'n programma mee moet doen. Maar oké, het zal wel. Nou, toen heb ik mijn foto's bewerkt, die zijn klaar. Toen ben ik de laatste aflevering van You gaan kijken. Die liep toch weer heel anders dan wat ik had verwacht. Dus er is nog een opening voor de seizoen 5. Maar ik vind het wel minder geworden als de vorige seizoenen. Dus ja, of er echt nog een vervolg aan ja, gebreid moet worden, dat vind ik een beetje een lastige. Maar goed, het was op zich wel, ja, wel een oké einde. Dus ik ga vanavond iets nieuws uitzoeken. Dan, daarna heb ik even Videoland gekeken en mijn boek gelezen. En die heb ik vanavond uit. Dat vind ik op zich wel jammer, maar dan kan ik ook weer met een nieuw boek beginnen. Vandaag op de planning de slaapkamer. Die is heel hard nodig om schoon te maken. Dat ga ik zo meteen lekker doen. Maar we gaan nu eerst eventjes die camera unboxen. Want ik ben zelf ook heel benieuwd naar hoe die eruit ziet. Nou, daar is hij dan hoor. De nieuwe vlogcamera. Het is de Sony ZV-1F geworden in de zwarte kleur. Ik heb het zegel verbroken, dus we gaan nu het doosje openmaken. Ik hoop dat het lukt met één hand.
denk dat ik eventjes deze hand moet gebruiken, want ik ben niet zo heel goed met mijn linkerhand. Oké, hij is open. Dus laten we het doosje gaan openmaken. Allereerst hier een blaadje. Dan kun je je product registreren. Dan krijg je nog weer een 1 jaar extra garantie. Dat ga ik zeker eventjes doen. We hebben hier een garantieboekje. In meerdere talen zult u zien. Dit is het gebruikersboekje. Altijd wel handig om erbij te hebben. De camera. Ik heb hier allereerst even kijken. Nou, wat zit hierin? Valt die mee met één hand? Maar oké. Oh ja, dit is. Kijk, dit dingetje. En die kun je dus op je camera klikken. Want dat is voor. Ja, dan ook voor als je buiten filmt, dan is het geluid zeg maar wat anders. Dat dempt hij een beetje. Een snoertje om hem op te laden. Er zit helaas geen los oplaadstukje meer in. Dus je moet hem aan de camera opladen. En dan hebben we hier. Kijk maar. Eerst deze maar eventjes uitpakken. Hier zit de batterij. Oh, even. Dit is dan de batterij die erin gaat, uiteraard. Dan zou ik hem het liefst nog gaan gebruiken, maar ik vrees dat hij eerst nog eventjes opgeladen moet worden. De Sony-batterij die erin moet. Maar het gaat natuurlijk om dit zakje. Er zit geen touwtje bij, denk ik. Dit is hem dan, jongens, de camera. Kan er ook wel een touwtje aan? Die kan er wel aan, maar die zit er, zoals ik kan zien, niet bij. Nee, er zit geen touwtje bij, zo te zien. Er zit een dopje op, het lensdopje. Kijk. En zo ziet hij er dan uit. Hij heeft dus een schermpje naar deze kant. Ik heb een screenprotector besteld, die komt morgen binnen. En hier kun je dan een externe microfoon op aansluiten. Er zit ook hier een, aan deze kant ergens moet daar ook een aansluiting voor zitten. Even kijken hoor. Of ik dit omhoog kan wippen. Ja, dat is dit. Dit is voor de microfoon. Ik kan natuurlijk gewoon een touwtje van mijn oude camera pakken. Oplaadstukje. En er kan een HDMI stukje in. Ik zal even de batterij erin doen. Dan kunnen we eventjes kijken of dat die al beeld geeft. Okay. De batterij zit erin. Dus ik ga hem gewoon eens eventjes aanzetten. Oh ja, dan moet ik eventjes de language instellen. Maar deze heeft ook touchscreen. Begrijp het. Oké, je kunt hem ook met smartphone verbinden, maar dat ga ik nu eventjes niet doen. Oké. Nee, ik moet natuurlijk Amsterdam hebben. Kan dat, Amsterdam? Nee, ik denk dat ik Parijs moet hebben. Deze moet ik hebben. Oké. Oh, moet ik dat helemaal zelf doen? Oké. Het is vandaag 16. Oh, dit is natuurlijk de tijd. Nee, dan is het. Dit is ook niet goed. 23. Ik doe het wel even later.
Er zit nu natuurlijk geen kaartje in, dus die moet er ook eventjes in. Maar dit is dus mijn nieuwe camera. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik ga er even een kaartje noemen. Ik denk niet dat ik er heel veel beelden nu mee kan maken, want hij heeft niet een hele volle batterij. Maar ik ga in ieder geval even het kaartje erin doen. Zo, jongens. Ik film nu met de nieuwe camera. Ik weet niet of hij al helemaal scherp stelt en zo. Dat moet ik allemaal nog gaan zien. Hij moet wel even opgeladen worden, want ik heb letterlijk 13 minuten nu om te filmen. En dit kaartje zit vol en ik weet dus niet hoe ik deze nu nog moet formateren. Daar moet ik even naar gaan kijken. Het is wel een wat lichtere camera, maar het is wel heel erg ideaal nu. Ik ga dus wel even mijn koordje van mijn oude camera, denk ik, aanhangen. Ik denk dat ik dat wel handig vind, maar... vanaf nu worden dit dus de nieuwe beelden, dus ik hoop dat dat goed gaat. Je kunt hem als goed is ook inzoomen. Ik weet echt niet hoe dat werkt. Nee, ik heb echt nog geen idee. Oh zo, hallo. Nou, ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik heb dus ook nog een pakketje, maar ik ga deze camera even opladen. Die ga ik dan straks even met jullie openen. Als deze is opgeladen. Maar nogmaals, ik moet dus eventjes kijken hoe ik dit kaartje kan formateren. Maar daar ga ik vanavond wel eventjes mee aan de gang. Ik zal eventjes in de spiegel laten zien hoe dat eruit ziet als dat dingetje erop zit. Nou jongens, zo ziet het eruit als dat kapje erop zit. Die zit dus nu hier. Dat was wel even een gepruts. Er zit alleen geen stekkertje bij. Dus ik moet hem nu zelf even gaan opladen. Maar ik ga dat nu gewoon eventjes doen. En dan, ja... ziet dat er in ieder geval allemaal zo uit. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ga hier lekker even mee spelen. Maar ik ga nu eerst even opladen. En dan kan ik mooi even aan de schoonmaken. Dus hier nu mijn nieuwe kussen. Dus die ga ik nu zometeen ook gebruiken. Dus daar ga ik vannacht op slapen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat natuurlijk gaat. Maar zo ziet het er dus uit als hij uit de verpakking is. En hij voelt echt heel lekker zacht. Dus ik hoop echt dat ik hier heel erg lekker op ga slapen. Dan gedacht. Je moet wel deze heel goed afsluiten. Maar ze zuigen dus wel vacuüm. Dus als ik bij de Action kom en ze hebben, ze ga ik hem ook niet meer nemen. Want dan zou ik het kussen ook vacuüm kunnen zuigen. Want die ligt hier nog.
Dat werkt echt ideaal. Ik had er geen ervaring mee. Ik ben er wel heel blij mee. Dus het kan mooi weer naar boven. Hier zit trouwens een dekbed in. Maar het werkt wel ideaal. Want nu stond hij eigenlijk een beetje in de weg. Maar dit is echt top. Ze zijn ook best wel groot. Dus ja, echt topzakken dit. Nou, het ging makkelijker dan gedacht. Je moet wel deze heel goed afsluiten. Maar ze zuigen dus wel vacuüm. Dus als ik bij de Action kom en ze hebben ze, ga ik er nog meer mee nemen. Want dan zou ik het kussen ook vacuüm kunnen zuigen. Want die ligt hier nog. Maar dat werkt echt ideaal. Ik had er geen ervaring mee. Ik ben er wel heel blij mee. Dus het kan mooi weer naar boven. Hier zit trouwens een dekbed in. Maar het werkt wel ideaal. Want nu stond hij eigenlijk een beetje in de weg. Maar dit is echt top. Ze zijn ook best wel groot. Dus ja, echt topzakken dit. Klaar. Ik heb het een en ander gedaan. Boven weer wat dozen plat. Wat make-up op zijn plek gelegd. Ik heb al één nagellakje eruit gehaald. Die ga ik dan vanavond al gebruiken. Nee, morgenavond gebruiken. Ik was even in de war. Maar morgen lak ik mijn nagels. Kattenvoer is bijgevuld. Die zakken zijn dus vacuüm gezogen. Mijn kleding ligt weer terug zoals ik het altijd had. Omdat ik alles had gewassen en de bovenste plank was nu leeg. Dus ik heb nu alles weer een keer aangehad en ook dus weer gewassen. Dus dat ligt allemaal weer netjes op zijn plek. Ik heb nog even in mijn boek gewerkt voor mijn blog en YouTube kanaal. Dat was ook prima. En ik heb ook mijn dingetje eruit gehaald. Ik weet niet of hij dit scherp stelt, jongens. Kijk. Hier zit dat wondje dus. Ik weet niet. Ik moet nog wel een beetje met de instellingen clearen hoor. Maar misschien dat je het wel ziet. Dat is allemaal gedaan. Wat heb ik verder gedaan? Nou. Ik heb nog een kastje gedaan. Maar dat laat ik later nog eventjes zien. Want ik moet nog eventjes de borden afwassen. Ik heb het een en ander omgegooid. Ik ben nog steeds niet helemaal tevreden. Misschien dat ik met de tijd nog een keer met van die bordenrekjes wil gaan werken. Ik moet daar eventjes over nadenken. Maar in ieder geval, ik heb een hoop kunnen doen. Daar ben ik blij mee. Ik heb dat kleed ingesprayed met een spray. Nou, hij is zo lekker. Die geur komt helemaal de woonkamer in. Het ruikt echt heerlijk. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond speel ik weer mee met weet ik veel. Ik ga even de alles kunnen kijken. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Er moet eigenlijk nog een persbericht uit, maar ik weet niet of ik dat allemaal ga redden. Ik moet maar even kijken. Dan ga ik weer verder met de Netflix-serie. En daarna ga ik weer incognito kijken. Dat wil ik dan nu op vrijdag en zaterdag kijken. En dan de rest van de week kijk ik een andere serie. Dus dat is eigenlijk voor nu even wat ik wil gaan doen. En dan ga ik vanavond weer lekker verder met het lezen van mijn boek. Dus ja, dat is dan voor nu de planning. En ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer interessants doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze
Zondag, het is 19 maart. Ik heb de stream aanstaan, want jawel, zometeen is het tijd voor Ajax Feyenoord. En deze is niet op de gratis zender, wat op zich best wel jammer is. Wat ik niet zo goed begrijp. Maar oké, ik heb een stream gevonden. Hij staat aan en we spelen in Amsterdam. Dat betekent dat wij supporters hebben. Feyenoord heeft geen supporters, want dit is een van de wedstrijden waar al jarenlang geen uitsupporters welkom zijn. En wat aan de ene kant heel jammer is, maar wat aan de andere kant ook super begrijpelijk is. Want je hebt natuurlijk gewoon supporters die gewoon normaal zijn. Maar je hebt ook supporters die zijn zo, die zijn ook wel normaal, maar die zijn zo competitief. Dat als de ploeg waar je niet voor bent wint, dat daar gewoon een heleboel gedoe van gaat komen. Daar komen vechtpartijen van, daar komen zoveel problemen van, dat kan de politie zelfs niet meer handelen, want dan komt de ME eraan te pas, dat ze eigenlijk al jaren geleden hebben besloten, oké, we doen geen uitsupporters meer. Dus als wij in Rotterdam spelen, mogen de Ajax supporters er ook niet bij zijn. Helemaal omdat het nu de laatste tijd in het nieuws is, hè, dat heel veel clubs hier toch ook wel mee gaan komen, dat ze geen uitsupporters meer toelaten, omdat er gewoon veel te veel gezeur is. Dat is natuurlijk wel jammer, want het is wel het voetbalgedeelte, maar ja, je doet er niet zo heel veel aan. Maar goed, ik hoop natuurlijk op winst voor Ajax. Maar Feyenoord wil ook winnen, want die staan 1. Maar John Heitinga heeft net gezegd, wij moeten gewoon zorgen dat we eind van de middag op nummer 1 staan. En dat betekent dat Ajax dit moet winnen. We gaan het zien. Ik vind het altijd spannend, dit soort wedstrijden. Nou, dan heb ik eventjes een wat minder leuke mededeling. Want ik was gisteren de vlog aan het editen. En toen ben ik erachter gekomen dat ik waarschijnlijk op een instelling heb gedrukt op de camera. Waardoor ik dus beelden heb gemaakt waar geen geluid bij zat. Dat betekent dat ik eigenlijk voor vrijdag geen afsluiting van de dag had. Zoals jullie van mij gewend zijn. En gisteren heb ik geen opening gehad. Althans, ik heb die beelden gefilmd, maar er zit geen geluid bij. Dus ik kan daar niks mee. Dat betekent wel dat de vlog nu een hele rare overloop heeft, wat ik echt heel vervelend vind. Want dan komt dat stukje preciesiteit er weer bij kijken. Ik kan er niks aan veranderen. Het is wat het is. Dus ik kan gewoon hier niks aan doen. Dat betekent ook dat het pakketje wat ik had beloofd te laten zien, dus nu wel heb laten zien, maar geen geluid bij zit. Dus die ga ik alsnog straks eventjes aan jullie laten zien. Maar ja, ik kan er gewoon even niks anders van maken. Dat is altijd zo met de nieuwe camera. Je moet wennen. Het is allemaal anders. Ik heb trouwens wel weer even mijn vinger afgeplakt. Want die deed te veel pijn. Dus dat was even minder. Gisteravond heb ik meegespeeld met weet ik veel. Ik had een 6.4 en dit had ik niet zien aankomen. Want ik ging de eerste ronde zo slecht. Ik heb nog nooit zo slecht een eerste ronde gespeeld. Ik had letterlijk 6 punten. Toen dacht ik echt van, kom op, hoe krijg je dit nou weer voor elkaar? Toen de tweede ronde ging al beter, de derde ronde ook. En toen had ik bij de vierde ronde zat ik al op in de 50 punten. Toen dacht ik ook, ik hoef eigenlijk nog maar een paar vragen goed te hebben dat ik in ieder geval een 6 heb. Uiteindelijk had ik dus een 6.4. Dus ik was wel trots op mezelf. Ik heb daarna even de alles kunnen gekeken, was ook wel weer leuk. Toen heb ik dus de vlog in elkaar gezet voor zover en allemaal kon. Toen ben ik de serie gaan kijken op Netflix en daarna ben ik verder gegaan met Incognito. Dus dat was verder allemaal prima. Ik ga zo meteen even stofzuigen, de bakken scheppen, wel even de groente afhalen. Maar ondertussen dus lekker Ajax kijken. Ik laat straks wel fotospullen zien, want ik ga natuurlijk wel gewoon foto's maken. En ik laat straks nog even het pakketje zien. Maar ik ga nu allereerst even genieten van deze wedstrijd. Want zoals je kan zien, is de aftrap aanstaande. Er wordt getost wie er af mag trappen. En ik ga er eventjes van genieten. Dus dat is het eventjes voor nu. Dus ik ga eventjes dat doen. Zo, ik had dus beloofd om nog even het pakketje te laten zien. Want ik heb een stempelhulpje gekocht. En dat is deze. Je noemt het ook wel een stempelplatform. Maar het is dus een stempelhulpje. Ik ga hem wel even dicht laten zitten. Mocht je het leuk vinden, kan ik hier nog een extra video over opnemen. Action heeft ze ook al lange tijd gehad, schijnbaar. Maar ik heb ze daar nooit gezien. Hiermee kun je dus, stel je wil een kaartje maken, dan pak je hiermee het
Dan leg je het kaartje, leg je met de stempel met het plakgedeelte naar onderen, waar je dus je stempeltje wil hebben. Je drukt dit platform dicht en dan plakt hij eigenlijk op de deksel, waar dus het kaartje moet komen. Nou, als je dat dan heel leuk hebt gedaan, dan doe je er wat inkt op. En dan druk je daarna het stempeltje, of druk je het platform weer dicht. En dan zit de stempel precies op de plek waar je hem dus wilde hebben. En mocht de stempel dan nog een beetje wazig zijn, kun je het dus nog een keer doen. Dus je kunt eigenlijk op een hele precieze manier stempelen. Er zitten ook twee magneten bij en deze heeft twee kanten. Hij is van Tim Holtz. Hij is wel heel snel uitverkocht, moet ik zeggen, want hij was nog heel moeilijk te verkrijgen. Maar ja, ik vond deze wel, dit wilde ik wel graag hebben, dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Laat maar even weten of je hier dus een video van wil zien. En daarbij heb ik ook een hoes. Hier past hij dus precies in. Hier kun je hem dus netjes in opbergen, want jij gaat hem natuurlijk niet zes in de doos doen. Maar hier kun je hem dan zo lekker instoppen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ze hadden dus ook blijkbaar nog een mini variant. Maar ik wilde toch wel graag de grote. Maar nogmaals, wil je hier een video over zien? Laat het dan even weten. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. En ik heb wel zin om hiermee aan de gang te gaan. Maar die had ik dus besteld. Dus ja, dat was het pakketje. Zo, ik heb de fotospullen gepakt. Ik heb hier al wel foto's van gemaakt, maar deze ga ik dus dan ook een review over schrijven. Dan heb ik hier een all-in-one face cream met een healthy look van Essence. Ik zal wel even schoonmaken, want er zit hier een vlek en dat is natuurlijk niet mooi voor de foto. En dan heb ik de collectie Beautiful You. En ik heb hier allereerst twee blushjes. Hier komt dan ook een losse video van online. Het haarklipje. Drie lipkleurtjes. In drie leuke kleuren. En als laatste het oogschaduwpaletten. Hier ga ik van de week nog een video over maken. Maar hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Nou, de wedstrijd is net afgelopen. En ik ben zwaar teleurgesteld. We hebben verloren. Ging het zo goed en we hebben het weggegooid. Ik wil het er verder ook niet meer over hebben, want ik ben nu echt zwaar teleurgesteld. Ook al is het maar voetbal, maar goed. Ik heb de foto's klaar. Ik heb de katten net gevoerd. Die hebben lekker hun eten weer op. Ik moet alleen de lampen nog even opruimen. En dat is het dan ook wel. Ik heb eventjes de batterij van de spiegelreflex in de oplader zitten. Want die heeft de afgelopen weken natuurlijk veel... mee gefilmd. Dus dan als die vol is, kan die weer opgeruimd worden. Dat was het dan ook wel. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer miljoenenjacht. Dat ga ik wel weer eventjes kijken. Ik ga mijn nagels doen. Moet ik natuurlijk wel eventjes deze pleister eraf gooien. Want anders dan kan die nagel niet gedaan worden. Dus moet ik even kijken hoe het wondje daaronder is. Ik moet zeggen dat het voor mijn gevoel nu minder pijn aan het doen is. Dus dat is wel fijn. Verder ga ik Wie van de Drie kijken en nog even Chef Live spelen. Daarna ga ik foto's bewerken. Ik heb het persbericht er niet meer uitgegooid trouwens. Dat heb ik niet meer gered. Dan ga ik mijn Netflix serie kijken. Na weer YouTube of Videoland. En dan ga ik lekker daarna mijn boek lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Maar nu eerst zomaar even lekker relaxen. Verwarming die hoeft als het goed is niet aan. Het is hier binnen 18,5 graden. Gaat hij niet aan. Dus, maar goed, dat is de planning voor nu. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 20 maart. Ik ben klaargemaakt. Het is aan het regenen buiten, dus het is wat dat betreft een wat donkerder dagje. Maar dat geeft verder niet. Ik heb gisteravond mijn nagels gelakt. Ze zijn deze kleur. En dat is dus dit lakje. Deze. En dit is de kleur. Kan ik dat lezen? Waarschijnlijk niet. C04 Lovely Minty. Die is dus uit die My Little Pony collectie. Ik
vind het wel een leuk kleurtje. Voor de rest heb ik gisteravond gekeken naar... Oh, er zit een haartje in mijn lipgloss. Oh. Wat een drama. Verder rest heb ik dus gekeken naar Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dat was wel leuk. En even wie van de drie. En tijdens het eten had ik even Marble Mania gekeken. Vond ik wel leuk. Dus daar heb ik ook wel weer van genoten. Nou, toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. En daarna heb ik gekeken naar Videoland. Toen ben ik lekker mijn bed ingegaan. En ik zal jullie gelijk even een kussen of een update geven over het kussen. Want er was wel wat animo na. Ik heb nu vanaf vrijdag op het kussen geslapen. Dus 3 nachten nu. Klopt dat? Ja, 3 nachten. De eerste nacht moest ik heel erg wennen aan dit kussen. Want hij is dus heel plat. Je ligt minder hoog. Dus daar moet ik heel erg aan wennen. Wat ik wel gelijk merkte. Oh, dit is echt heel vervelend. Dit is dus hetgene waarom ik eigenlijk lipgloss niet zo fijn vind. Ik zette het kussen dus rechtop neer. Omdat ik wilde lezen. Ik merkte gelijk dat hij steun gaf aan mijn rug. Dat vond ik heel fijn. Dus dat was gelijk al een heel erg pluspunt. De eerste nacht werd ik al een keer vroeg wakker. Toen vond ik mezelf op mijn matras terug. Toen dacht ik, hé, waarom ben ik gaan verschuiven? Dus dat was minder goed. Daarna ben ik wel gewoon weer op gaan liggen. Maar moest ik dus heel erg wennen. En ik heb nu de laatste 2 nachten heb ik eigenlijk heel goed geslapen op dit kussen. Ik merk echt dat het gewoon heel goed ligt. Je moet wel even wennen. Er staat ook echt bij dat je het in 14 dagen moet geven. Maar dat, ja, ik merk echt gewoon dat ik veel beter slaap met dit kussen. Ik probeer ook mezelf meer te ontspannen. Ik merk altijd dat ik als ik in bed lig heel erg... ja, hoe moet ik het zeggen? Heel erg gespannen lig. Dus mijn kaak ligt heel gespannen. Mijn schouders liggen heel gespannen. Dus ik probeer nu echt gewoon een beetje alles los te laten. Dus mijn kaak gewoon echt zo een beetje los te laten. Mijn arm gewoon zo neer te leggen dat ik niet zo in een spanningsboog lig. Ik moet zeggen dat ik dat best wel lastig vind. Maar tot nu toe gaat het op zich wel redelijk. Maar de eerste, ja, ik ben tot nu toe wel tevreden. Ik heb er trouwens dus ook een sloopje omheen gedaan. Kijk, en dat ziet er dan ook uit. Het zit natuurlijk niet zo mooi, omdat dit kussen een hele andere vorm heeft. Maar, nou ja, zo ziet er dan uit met een sloop. Maar hij zakt dus verder ook niet in. En dat is wel echt heel fijn. Dus ja, wat dat betreft ben ik daar wel heel blij mee. Ik ga zometeen eventjes de boel weer doen. Ik moet eventjes de kattenbakken doen, de gang en de douche. En er moet nog even een was opgevouwen worden en een was aangezet worden. Dus daar ga ik maar eens eventjes mee beginnen. Dus ik ga jullie gewoon weer proberen mee te nemen vandaag. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Zo, hier worden de laatste broekjes inmiddels opgesmikkeld. De camera is leeg, dus daar kan ik even niet mee filmen, want de accu is leeg. Maar ik ben wel lekker productief geweest. Ik heb lekker de douche weer klaar, de gang klaar. Lekker alles weer goed stofgezogen en gedweld. Kattenbakken zijn weer lekker schoon. De was die is ook al wel bijna klaar, die draait nog. Dat heb ik heel vaak, hè. Dan kom ik erachter. Toen kwam ik in de douche en dacht ik, oh ja, chips. Ik had mijn witte matje mee willen wassen.
Ja, dat vergeet je dan. Dat is echt heel vervelend, maar oké. Okay. Wat heb ik verder gedaan? Nou, de was is opgevouwen. Het ondergoed en zo ligt alweer op zijn plek. Alleen de was zelf, die moet nog in de kast. Maar dat komt ook wel goed. Dat ga ik van de week ook eventjes doen. En als deze was dan klaar is, kan er ook weer een deel in de droger, denk ik wel. Dus ja, op zich wel, wel prima zo allemaal. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het weer tijd voor Chateau Meiland. Daar heb ik wel zin in. Daarna ga ik eventjes kijken naar... Ik denk, help mijn mama's klusser een deel. Ik ga sowieso nog wel eventjes een spelletje doen, denk ik. En verder, ja. Mijn blogpost schrijven, de video van morgen ga ik even in elkaar zetten. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie. En daarna weer met Videoland. En dan ga ik ja, ook lekker mijn boek weer lezen in bed. Want ik ben op zich gewoon met een leuk boek bezig, maar het heeft verschillende personages. Nou moet ik een beetje aan wennen, maar dat komt vast ook wel weer goed. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is als het goed is, ik moet heel even kijken hoor. 21 maart, ja dat klopt. Ik ben klaargemaakt. Ik had een hele grote vriendin hier op mijn wang zitten. Die heb ik net uitgedrukt. Hij was klaar om uitgedrukt te worden, maar ik denk dat ik beter misschien nog een dagje langer had kunnen wachten. Want ik denk dat als ik er dan... één tikje aan had gegeven dat hij dan ontploft was. Maar dat kon ik niet zo goed, want ik zag gewoon dat hij klaar was om uitgedrukt te worden. Dus ik dacht, oké, okay, dan ga ik het ook doen, want ik weet, ik ken mezelf, anders ga ik er gewoon de hele tijd aan zitten. Maar het kostte nog een beetje moeite, maar oké, okay, hij is weg. Ik kreeg hem niet meer verdoezeld dan dit, maar het is voor nu prima. Ik heb gisteravond Chateau Meiland gekeken, dat was wel weer heel erg leuk. Daarna heb ik nog een stukje van Help mijn man is klussen gekeken. Dat was best wel een beetje een bizarre situatie, vond ik. Dit stel heeft het ouderlijk huis van haar gekocht, zeg maar, van haar ouders. Maar die ouders die woonden er ook nog op een of andere manier naast. Ze konden ook nog in dat huis komen. Ik vond het allemaal een beetje vaag, maar in ieder geval... Hij had een kamer waar hij dus ook regelmatig sliep en waar hij dus ook gamede. En de kinderen, die alleen het oudste kindje had een slaapkamer en het andere kindje niet, die sliepen bij die moeder in bed. Ik weet niet, het was allemaal een beetje gek. Hij maakte het ook niet af om die kamer, een kamer voor dat kleintje te realiseren. Ik weet het niet, het was allemaal een beetje gekkig. Ik heb het dus nog niet helemaal afgezien, dus ik weet niet hoe het resultaat is. Maar goed, maakt ook niet uit. Ik heb daarna de video in elkaar gezet. Een blogpost geschreven. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Dat is ook wel weer spannend. En daarna nog even Videoland en lekker mijn boek gelezen. Dus dat was het ook wel. Ik ga zo even stofzuigen en de bakken doen. Daarna ga ik eventjes een video opnemen. En nog even Diamond painten. Dus dat wordt verder ook de planning. Dus niet heel veel bijzonders. Ik heb nog niet zo heel veel te vertellen. Want ja, er is niet zo heel veel gebeurd in de tijd dat ik jullie niet gezien heb. Maar maakt ook niet uit. Dus ik ga dat eventjes doen, dus ik probeer jullie gewoon weer mee te nemen vandaag. Gisteren mijn was gewassen met de robijnstip en streep. En die ruikt echt super lekker, is dan de wasverzachter. Dus die kan ik zeker aanraden, mocht je hem een keer bijvoorbeeld in de uitverkoop of in de reclame bedoel ik zien.
Zeker een keertje proberen. Hij is echt heel lekker. Ik kan zelf ook niet tegen goedkope huismerken als verzachter. Dus ik heb altijd wel merken, maar deze is wel echt heel erg lekker. Zo, alles is weer gelukt. De video staat erop. Dat ging op zich wel goed. Ik heb het bakje nog niet opgeruimd. Dat moet ik nog eventjes doen. Nou, lekker even diamond painting gedaan. Dat ging ook wel goed. Dus dat was ook wel weer fijn. Door meestal zo'n 2 rijtjes per keer probeer ik te doen. Maar dat ging eigenlijk best wel goed. En nou ja, zoals ik al zei, over niet al te lange tijd zal die af zijn. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik moet zo wel even wat uit de vriezer halen. Dus moet ik uitkijken dat ik niet weer met die vinger... ja, je ziet er nu niks meer van. Er zit natuurlijk nu ook lak bij. Me beschadig. Of me bezeer, moet ik zeggen. Ja, vanavond is er eigenlijk niet zo heel veel op televisie. Je hebt gewoon wel goede tijden. Dat ga ik kijken. Er is een nieuwe serie geweest op NPO 3 zondag. Arcadia, geloof ik, heette dat. De recensies zijn niet heel goed. Dus ik heb het wel opgenomen. Dus ik ga toch even kijken of dat misschien wat is. Dan ga ik mijn vlog afmaken. Misschien nog even gamen ook. Mijn foto's bewerken. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en daarna nog even Videoland en dan lekker mijn boek lezen. Dus dat is voor nu ook de planning voor vanavond. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!